Goedendag. Ja, we zagen het vanochtend al in het oosten van het land. Een kring om de zon. Je weet wat ze zeggen, een kring om de zon brengt water in de ton. Maar dat zal vanmiddag niet overal het geval zijn. Als we naar de satellietfoto kijken, brede opklaringen boven het oosten van het land. Daar komt de zon er nog goed bij. Maar er ligt een flinke band met bewolking ten westen van ons. En die zal dichterbij komen. En dat heeft alles te maken met die krul hier boven Engeland. Die is gisteren omgedoopt tot storm. Even door de Britse Weerdienst heeft daarvoor storm en zware windstoten gezorgd. Ja, en of dat ook bij ons gebeurt, daar kom ik dan zo nog op terug. Vanmiddag met name dus nog zonneschijn in het oosten van het land. Maar later vanmiddag vanuit het westen toch een opkomende buiigheid. Kunnen pittige buien worden in het noordwestelijk kustgebied. En later vanmiddag misschien ook met onweer en windstoten. Vanmiddag nog een matige wind. Boven land windkracht 3 of 4 uit het zuidwesten. Aan de kust windkracht 5, soms even windkracht 6. Vanavond neemt die wind verder in kracht toe. Die krul die we op de satellietfoto zagen, die trekt vanavond over de Noordzee ten noordwesten van ons land langs. En zorgt ervoor dat de wind toeneemt en ook de buiigheid toeneemt. Boven land komt een vrij krachtige wind te staan. Op veel plaatsen, zeker in het open gebied, windkracht 5. En met name aan de noordkust, boven het IJsselmeer en op de Wadden, een krachtige tot harde zuidwestenwind. Daar kunnen ook zware windstoten voorkomen rond 75 km per uur. En bij een bui, heel kortstondig, misschien nog iets meer. Morgen overdag blijft het stevig waaien. Met name in het noordelijk kustgebied waait nog een lange tijd een krachtige tot harde westenwind, windkracht 6 of 7. Dan kunnen geregeld zware windstoten voorkomen, vooral tijdens buien. Boven land blijft het vrij krachtig waaien, windkracht 5. En dan kunnen bij buien windstoten voorkomen, zo rond 50 km per uur. Temperatuur aan de lage kant voor eind juli, 19 graden op de meeste plaatsen. En slechts tussen de buien door af en toe ruimte voor de zon. Zondag ziet er dan heel anders uit. Dat begint droog, maar in de loop van de dag vanuit het noordwesten meer bewolking. En uiteindelijk een toenemende buiigheid. Met name landinwaarts kunnen dan pittige buien vallen met kans op onweer. En lokaal ook veel regen in korte tijd. Er is een heel stuk minder wind. Temperatuur loopt wat verder op, zo'n 19 graden in het noordwesten van het land. En misschien dat het verder landinwaarts uiteindelijk op veel plaatsen nog 21 of 22 graden kan worden. Fijne dag nog.